Hallo lieve vrienden, hoe is het daar? Hier is goed. Ja, prima. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we even kijken. Ha, gezellig. Ik heb er zin in vandaag. Ook wel een keer. Eén dingetje. Ach hemeltje. Een toetje, genaamd Spotted Dick. Ha ha ha. Jan stopt een Spotted Dick in zijn mond. Man. Ik heb even onderzoek gedaan. Spotted Dick, oftewel gespikkelde snikkel. Ja, dat is ooit verzonnen. Het is een toetje met niervet en krenten en rozijnen. Je moet hem trouwens ook even warm maken. En het grappige was dat Spotted Dick, dat wilden ze in Engeland steeds veranderen in Spotted Richard. Omdat mensen er allemaal grapjes over maakten natuurlijk. Van, zeg, heb jij misschien niet trek in een gespikkelde penis? Even een lekkere gespikkelde penis uitlepelen. Dat vonden ze prachtig. Dus die wilden dus Spotted Richard van maken. Is niet gelukt. En vandaar dat ik nog steeds met een met zo'n doosje Spotted Dick zit opgescheept. Ik ga gewoon proeven. Noem hem zoals je wil in de comments. Kijk Jan toch eens eventjes lekker genieten. Van een Spotted Dick. Allemaal goed. Even opwarmen. Nou, de Spotted Dick is eindelijk klaar. Die heeft even gestoomd. Daar ik geen magnetron heb, daar ik niet van opgewarmd voedsel hou. Jezus. Kijk. Dat ziet er nog eens lekker uit. Ik snap nu ook de naam beter, want het heeft inderdaad wel iets weg van een verschrikkelijke soa. Jezus. Maar goed, altijd even proeven, zegt Ahmed dan. En dat gaan we doen. Oh, kijk, het is helemaal een hard cakeje. Hier, bunker vet. Hard cakeje. Met rozijntjes en alle andere spulletjes, waardoor het Spotted heet. Nu wil ik niet heel veel doen, maar je verwacht toch dat bij zo'n naam dat mensen dan wel een beetje uitgebreid hun best hebben gedaan, de smaak. Het is eigenlijk gewoon de oud-Hollandse grootmoeders natte cake. En als je die dan in je mondje stopt, denk je, lekker, natte cake. En als je deze in je mondje doet, dan denk je, gadverdamme, warme, smakeloze cake. Met een rozijntje weliswaar. Maar echt lekker is het niet. Zo ziet het hele ding eruit. Als je hem eruit schept. Ja. In Engeland waarschijnlijk hartstikke leuk. Misschien wel meer voor de naam dan voor het toetje zelf. Want ik snap hem niet. En de grote grap is. Er zit een zootje rotzooi in. Het is helemaal bokvol met allemaal verschillende oliën en siropen. En allemaal troep, gums, er zitten allemaal chemicaliën in, er zitten allemaal smaakmakers in. En uiteindelijk is het resultaat iets wat totaal niet smaakt, behalve dan dat die rozijnen wel oké zijn. Maar ja, daar hoef ik toch niet 3 kwartier op te wachten tot met een smakeloze warme cake met rozijnen klaar is. Spotted Dick is niet mijn ding. En nu geen grapjes maken over penissen. Want die heb ik al genoeg gemaakt. Spotted Dick mag gewoon in Engeland blijven. Het is een goortoetje, niet alleen qua naam, maar ook qua smaak. Totaal onnodig product. Goed dat het hier bijna niet te krijgen valt. Zoek het ook niet op of je het kan krijgen, want het is helemaal niet leuk. Behalve dan als je natuurlijk aan je preutse moeder zegt, ik heb een lekker toetje voor je. Gespikkelde penis. Deze krijgt van mij een 5 voor de moeite. Niet helemaal van de smaak. Eigenlijk meer voor de naam. Nou, hartstikke leuk. Ja, dag.